Rion Luitenpers, voorlichter van de politie Brabant-Noord. Wat is hier gebeurd? Vannacht een achtervolging plaatsgevonden vanuit Apeldoorn hier richting Ravenstein. Wat ik begrepen heb is, zijn twee mannen in een auto die zijn gevlucht voor de politie. Na de achtervolging is het hier geëindigd. De auto van de mannen is klem gereden. En bij de aanhouding van deze mannen is door de politie geschoten. Een van de mannen is daarbij gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere man is aangehouden. Heb je iets over de ernst van de verwonding? Wat ik begrepen heb is deze man serieus gewond. En de precieze letsel dat zal moeten blijken.